Dames en heren, welkom terug bij de Hot Coffee Show, waarin Peter en ik natuurlijk altijd een stelling of een vraag of een onderwerp of wat dan ook van jullie vanuit het publiek behandelen. En, meer dan 40 reacties vorige keer op Gamersnet. En als je dit op YouTube kijkt, wat is het stil? Ga even naar Gamersnet, want daar reageren op mensen YouTube, echt heel goed. Bedankt voor die ene reactie. Maar echt super toffe discussie. Echt super bedankt. Ja, nee, maar dat is het leukste. Als een Hot Coffee Show in staat is om iets los... En een tijdje terug ontplofte het internet ook alweer omdat we iets hadden over dat PlayStation lui was. Dat is leuk. Als het gewoon rellen is. Gewoon riot. Riot. Dus, maar een nieuwe week, een nieuwe stelling. Ik weet alleen maar god niet van wie die stelling is. Nee, ik ook niet. Dus we gaan er gewoon voor. En bedankt voor je stelling. Ja, je komt wel in beeld. Ik zorg dat je voor een beeld komt. Maar ik heb ook helemaal niet de stelling uitgeprint. Dit is een lege pizza, maar ik weet hem gewoon uit mijn hoofd. Dit is de factuur van de jaarbeurs. Zo, kijk, business time. Ja, voor de uitreikkaarten van de First Look. Jezus! €60 en 2 cent. Zo! Bizar, hè? Maar goed, dat maakt voor het verhaal verder niet uit. De stelling deze week is... De parkeerkaarten in Utrecht zijn te duur. Nee. Ja, helemaal mee eens. De stelling is, ik kijk toch op het briefje, maar zou jij Call of Duty de singleplayer loskopen van de multiplayer? En die vraag gaan we dus groter stellen. Zou je games in delen willen aanschaffen en daar dus keuze in hebben? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. En dan niet zozeer natuurlijk episodische games, maar meer het hele van... Je koopt los de singleplayer of de multiplayer van Call of Duty. Call of Duty is wel gevallen pak. Want dan zou de multiplayer zou €40 kosten. En voor een vijfje extra heb je de singleplayer erbij. €5? Op je muil, gauw. Jij denk want, je? Ja, ja. Nou ja, wat Leon ook zei in de videoreview van Black Ops 3. En de zombie-modus is dan 15? De zombie-modus is dan een tientje of zo. Of 15 inderdaad, ja. Okay. Nee, maar dat is, ja, ik weet niet. Maar neem een goed voorbeeld. Leon Stauchi, Leo 2.0, is hier nu Battlefront aan het spelen. Dat is een multiplayer-only game. Net als Rainbow Six bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn multiplayer-only games, zijn wel €60. Maar goed, daar kunnen we over discussiëren of niet. Maar zou jij, zeg maar, dat ook indelen? Sta je ervoor? Wat wil je? Ik vind dat moeilijk. Ik denk dat met sommige games wel kan. Bijvoorbeeld met een Call of Duty kan dat heel erg. Omdat mensen, je hebt echt mensen die zeggen van, ik speel even snel de campaign door. En je hebt mensen die gewoon meteen de multiplayer inspringen. Ja. Dus ik denk dat je met dat soort games heb je nog wel echt een onderscheid daarin. Maar ik denk dat er ook heel veel games zijn waar zo'n split niet echt kan of niet mogelijk is of in ieder geval niet rendabel is, weet je wel. Kijk, GTA Online zou je ook nog wel kunnen splitsen van GTA 5. Goed voorbeeld. Dat is er dan ook wel weer eentje. Maar er zijn heel veel games waarin het hoort er een beetje bij en het is niet alsof je het ene voor €30 aan kan bieden en het andere ook voor €30. Maar zou het niet heel slim zijn van Activision om te zeggen, wij maken gewoon alleen de multiplayer van Call of Duty en ik denk dat niemand dan meer die singleplayer speelt. Nee, maken ze ook niet meer. Dan dat ze die gewoon niet meer... Ja, maar dan wordt Call of Duty gewoon overhoop gegooid. Omdat vroeger was die singleplayer wel dope. Ja, super dope. Oh, dope. Maar dat is gewoon verleden tijd. Ja, dat is, ja. Ik weet het niet. Letterlijk was het in de Tweede Wereldoorlog, is verleden tijd. Ja, nu is het allemaal in de toekomst. Nu is het allemaal in de toekomst. Mooi. Maar ja, er zijn te veel games waar je denk ik gewoon niet echt kan splitten of waar het niet nou, eigenlijk zijn we er natuurlijk al een beetje mee bezig. Battlefront als voorbeeld heeft 4 planeten, meerdere mappen, maar 4 planeten. En er is al aangekondigd dat in de Season Pass je meer planeten gaat krijgen. Dus dan betaal je alweer voor een extra deel van de of game. Of ze halen een deel uit de game, zodat je er later voor kan betalen. Dat is waarschijnlijk het hele plan. Maar Fallout heeft ook volgens mij, die verdenk ik er ook van. Want je kan maar 21, was het toch, inwoners hebben in je dorp. Ik heb er nou 18, dat vind ik echt al heel weinig. Maar ik heb er al 18, dat schijnt al heel veel te zijn voor een game. Maar de dorpen zijn veel groter, dus je zou er meer in kunnen doen. Maar hey, Fallout heeft een season pass. Ja, maar dit is meer DLC. Dit is niet het splitten van een game. Nou, ik vind dat als jij een cap zet op het aantal inwoners in een dorp waar letterlijk 120 inwoners zouden passen en je gooit een cap op 21... Er is een cap. En er was een hard... Ja, mooi. Daarom even stil. En er was een Hardfire DLC voor Skyrim bijvoorbeeld. Dan kun je je wel voorstellen. Misschien doen ze het niet, maar dan vind ik de cap wel heel laag. Ja, maar dit vind ik een andere splitsing. Want is dat een andere splitsing? Dat hele DLC gebeuren, dat is een ander verhaal. Dat is gewoon omdat gamers hebben laten zien van, we willen best wel geld betalen voor content die al in de originele game had moeten zitten. Dus die ontwikkeling heb je nou in de game-industrie? Ja, het is logisch. Als gamesontwikkelaar merken van, hey, we kunnen extra geld verdienen voor iets wat er al in de game moet zitten. Natuurlijk doen ze dat ook. Maar dit gaat meer toch over het splitten van games. Ja, echt letterlijk. Ik vind het een beetje hetzelfde. Want het splitsen is ook. Nee, maar dit is. Ik denk dat meer dat het gaat over de modus. Weet je wel, dat een co-op los is. Dat een multiplayer los is van een singleplayer. En dat je daar los van kan. Nee, met Rise of the Tomb Raider al bijvoorbeeld een probleem. Die heeft geen multiplayer.
Dan krijg je dan ook. Dat ze, dat als ze dat zouden doen, dan zouden ze allemaal multiplayer modus gaan maken die helemaal kut zijn. Ja, nee, wat nou nog wel zou kunnen is dat nog los voor 20 euro of zo een add-on met multiplayer content is. Maar ja, dan heb je natuurlijk weer het ding dat niemand dat koopt, omdat dit meer een singleplayer game is. En dat eigenlijk niemand zit in de multiplayer. Dus ik vind het een hele lastige en het zou een gewaagde move zijn. Ik zou het wel tof vinden als Activision volgend jaar zegt van, jongens... De multiplayer, 40 euro, 50 euro. Ja, 40, 50 euro. Zombie-modus. Ja, dat is dan alleen Black Ops. Ja, oké. Zombie-modus is dan weer een apart. Maar dat je in ieder geval de singleplayer voor echt een schijntje erbij kan kopen. Wat dat zou ik best leuk vinden. Oké. Jij denkt dat veel mensen het niet zouden doen? Nee, ik denk dat mensen gebruik gaan maken van die verandering. Door gewoon geld te besparen daarmee. Dan ja, of dat niet. Zeggen... Want wat ze gaan doen dan natuurlijk, is dat het full game 70 euro gaat kosten. Dus een tientje duurder. Maar losse onderdelen goedkoper. Dat gaan ze dan natuurlijk doen. Ze gaan natuurlijk nooit doen dat ze dan zeggen de multiplayer is 40 en de singleplayer is 20 en het is samen 60. Dan zullen ze altijd de package duurder maken. Ze gaan er altijd voor zorgen natuurlijk dat het wel interessant is om in te stappen erop. Maar ja, ik zou het ook niet zo zitten, want ik vind dat soort games horen dat te allemaal te hebben. Een game is één product. Ja, nee, maar dat, weet je, bijvoorbeeld Metal Gear Solid 5 heeft nou natuurlijk ook Metal Gear Online. Dat hoort er gewoon bij. Het zou heel gek zijn als je daar los nog voor moet betalen. Het is, GTA Online hoort bij GTA 5, weet je wel. Dus dat is... ik vind dat lastig. Ik denk niet dat je dat moet splitsen. Maar ik zou het wel gewaagd vinden als nou een partij dat zou doen. Dus Activision, verras ons eens. En kom eens doe met... Het. Ja, doe gewoon iets gek. Kijk eens of je extra money kan verdienen, want daar zijn jullie goed in. Ja. Cool, bedankt voor je stelling. Sorry dat ik elke keer daar naartoe aan het kijken was. Het valt me nu heel erg op, want daar is Battlefront. Daar is dat wil ik spelen. Dus sorry daarvoor. Laat hieronder ook gerust weer een stelling achter. Ondertussen komt er een hond binnen. Het is altijd gezellig op GameHQ. Echt, hè? Laat ondertussen je stelling hieronder achter. Laat weten wat je van deze stelling vond. En dan hopen wij jullie Zou weer... jij los betalen voor een singleplayer of multiplayer compartiment van een game? En zo ja, welke game dan? Laat het ons weten. En inderdaad, nieuwe stelling mag je altijd droppen. Ook de mensen op YouTube. Als je sowieso op YouTube kijkt, laat een like achter. Want we doen het echt voor niemand, lijkt het wel af en toe op YouTube. Ja. Dus hey, bij deze, we bedelen even. En kijk op GamersNet, je bent de beste op aarde. Bedankt. Laat de stelling achter. Tot volgende week.